autoritaire opvoedingen passen nog in de huidige samenleving. Dit zei Virgie Miles, een van de sprekers tijdens het studentendebat over lijfstraffen, gisteravond in het IGSR-gebouw op het complex van de Anton de Kom Universiteit. Miles merkt op dat een organisatie zoals de padvinderij duidelijk bewijs is van een autoritaire vorming dat beschaafde en succesvolle burgers voortbrengt. Ik merk dat autoritair opvoeden wordt verward met autoratief zijn. Mijn teamgenoot had het al aangehaald. Je hebt wel het gezag, maar praten over gevoelens en behoeften staan niet uit de weg. Dus het kind wordt nog steeds gehoord hierbij. Je legt de regels wel uit, maar je geeft aan waarom ze belangrijk zijn. Wat het kind hieruit kan halen is niet alleen ik moet doen omdat ze me dat hebben gezegd, maar ik moet doen omdat het dat met me doet. Wanneer ik later kinderen heb, ga ik niet een ja-knikker voor ze zijn, maar ik ga ze ook autoritair opvoeden, omdat ik heb geleerd dat het dit met me kan doen en dat het deze positieve effecten heeft. Maal zegt verder dat het belangrijk is dat ouders hun kinderen bijbrengen waarom hun wijze van vorming wordt toegepast. Jacinta Jongelok-Dundas, directeur van de stichting Kinder- en Jongerentelefoon, zegt dat de organisatie al geruime tijd bezig was het debat voor te bereiden. We zijn een hele tijd bezig geweest met dit thema. En dit is een van de activiteiten die we in het kader van het project opvoeden met liefde, begrip en geduld uitvoeren. Waarom een studentendebat? Nou, we willen dat meer mensen gaan nadenken over het fenomeen van lijfstraffen in de opvoeding. En we weten dat er mensen zijn met verschillende meningen hierover. En om die discussie te stimuleren, is een debat natuurlijk een perfecte manier om het te doen. We hebben gekozen voor jongeren, het is een studentendebat, u gaat vrijwel alleen maar jonge mensen zien, omdat zij heel belangrijk zijn. Als het goed is, hebben zij, sommige van ze, dit meegemaakt. Als ze zijn gezien, meegemaakt in hun omgeving. En zij zijn over niet al te lange tijd waarschijnlijk zelf ouders. Als ze dat nu niet al... De directeur stelt dat het belangrijk is om te weten hoe jongeren kijken naar het fenomeen lijfstraffen. Ook is het van belang dat kinderen discussiëren over gunstige manieren van opvoeding ten behoeve van hun toekomstige rol als ouders. Jongelok Dundas merkt op dat het de bedoeling is dat het debat over lijfstraffen gaat leven binnen de samenleving.